Not talking about a year. No, not be your fault. I'm not that kind of forever. My life and more. Ever always seems to be around when it begins. But forever never seems to be around when it ends. So give me your heart. Forever. Dat is om maar gelijk even de toon te zetten. De toon moeten we eigenlijk gelijk zetten. Want waar gaat het nou eigenlijk vanavond om? Nou, we worden geïnspireerd. We gaan denk ik ook nog wel verschil van mening krijgen. En ik hoop dat u uiteindelijk ook weggaat met het gevoel zo van... Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk dat ik daarbij was. Het was een zinvolle avond. Dan heb ik één vraag aan u voordat ik onze voorzitter het woord geef. Wat wilt u in ieder geval aan het einde van de avond dat er gebeurd is? Gedaan is. Heeft u een uitspraak? Heeft u dat u zegt van nou, als dat gebeurt dan heb je me. Misschien voor een twijfelaar. Misschien als u zegt, nou als jullie dat hebben bereikt, dan word ik lid. En dan neem ik er nog 10 mee. Wat? Ik ben op zoek naar de roots van de sociaaldemocratie. Hoe ik die terug kan vinden in de huidige... Onze tweede Arie Goedewat lezing. Na het succes van vorig jaar zijn we blij dat we dat dit jaar kunnen proberen te evenaren. En bijzonder welkom aan Arie weer, de inspirator van deze avond. Heel blij dat je er weer kan zijn. Aan je vrouw natuurlijk. Welkom aan Paul Tang, dat jij bereid bent om namens hebben dan die tweede Arie Goedewat lezing te houden. Fiscale zaken. Nu zelfstandig ondernemer. Dat is een link met dat Boer en Kroon. Heb ik ook begrepen, publiceert in de Groene Amsterdammer. En, dat is het belangrijkste, ook deel uitgemaakt van die groep die zich bezighoudt met de voorbereiding van het vanwaardendebat. En het is daarom juist ideaal dat jij vanavond hier voor ons lezing wilt houden in die reeks van de eigenwoordige lezingen. Die koppeling zeg maar, tussen de zorgen van Arie, de zorgen van onze afdeling en dat vanwaardendebat. Dus ik geef heel graag jou het woord. Zoek dat, natuurlijk in bestaanszekerheid, maar ook in arbeidsvreugde noemt hij dat. En in de resolutie wordt het goed werk genoemd. En dat zijn ook de twee waarden die ik eruit wil lichten vanavond. Er wordt ook verder gesproken over verheffing en verbinding, maar ik wil niet het hele debat. Laat ik me hier toe. Dat is de discussie die geworden is. Oh, het tekort is niet 3,6, maar het is 3,4%. Maar we moeten extra bezuinigen. Dus het gaat wel 4,5 miljard extra bezuinigen. En ik vraag me af, oké, ik heb niks voor alle duidelijkheid met die zogenaamde heilige 3% norm. Ik denk dat die schadelijk is voor alle duidelijkheid. Maar stel dat je daaraan wil houden, is dat de oplossing voor onze problemen? Dit kabinet doet op dit moment zo, en met name Henk Kamp is daar buitengewoon sterk in. God, we hebben verschillende problemen en de oplossing voor al die problemen is dat die overheidsbegroting weer klopt. En het bedrijf Capgemini, die begon over demotie. En het is symptomatisch voor de positie waarin veel 55-plussers verkeren. Je moet als 55-plusser vooral niet ontslagen worden. Dat is één ding dat heel zeker is. Want de cijfers laten gewoon zien dat als je eenmaal als 55-plusser langs de kant staat, de kans dat je aan het werk komt vele malen kleiner is dan als je nog jong bent. En dus een 40-jarige heeft nog 60% kans na één jaar WW. En een 55-jarige heeft 20% kans. Dus een driemaal zo kleine kans als een 40-jarige om aan de bak te komen. Dus als je eruit bent, dan ben je eruit. Bovendien, wat je ziet, en dat is misschien nog niet zo vreemd, is dat die 55-plussen, daar wordt nauwelijks in geïnvesteerd van waarde is. En tegelijkertijd gaat er heel veel discussies, en ik heb maar twee voorbeelden genoemd. Het Haagse gekrakeel, als ik het even zo maar onbeleefd mag uitdrukken. Maar ook de Nederlandse instituties. Geld staat heel erg centraal. Heel specifiek zijn, wij sparen heel veel en we investeren weinig in onszelf. Dat is eigenlijk. Het is alsof we liever geld laten voor ons laten werken dan zelf werken. Zo zou ik het huis wel willen zien. Zo zijn onze instituties ingericht. En om eerlijk te zijn, dat kan niet meer kloppen. Wij hebben te groot vertrouwen gehad in de financiële markten. De besparingen die we gedaan hebben, zullen ons niet veiligstellen, zullen ons pensioen niet veiligstellen. De beste bescherming die je kunt hebben, is dat je investeert in jezelf en zorgt dat je op de arbeidsmarkt actief
kan blijven. Dat is een van de manieren. Ik zeg altijd, je kunt best een goed pensioen krijgen, je weet alleen niet wanneer. Je moet misschien 1 of 2 jaar langer doorwerken. Maar dan heeft hij tenminste, je moet vooral de keuze hebben. Goed. Veel aandacht voor geld, weinig voor waarde en bijzonder voor arbeid. En zeker voor een Partij van de Arbeid vind ik dus dat de aandacht juist over moet gaan over arbeid. En ik heb genoemd het onderscheid tussen vaste en flexibele contract voor 55-plussers. En er zijn vast meer punten die naar voren zijn. En dat begint ermee, en dat staat ook heel duidelijk in de Van Waarden-resolutie, dat we niet dat nog steeds het bedrijf als werkgemeenschap buitengewoon belangrijk is en eigenlijk weer in ere moet herstellen. Of anders geformuleerd, niet die eenzijdige flexibilisering zoals we die nu op de arbeidsmarkt kennen. Ik noem het eenzijdig, want het is een deel van de arbeidsmarkt is flexibel, een deel van u is misschien flexibel en een ander deel niet. Zo hebben we het nu georganiseerd. En heel veel van wat Paul hier in het midden gebracht heeft, heb ik meebeleefd. Mijn eerste kennismaking met de arbeidsmarkt was in 1941, toen ik als 14-jarige de fabriek inging. En het pakket aan sociale voorwaarden was minimaal. Ik kreeg, om een voorbeeld te geven, op mijn 14-jarige leeftijd het recht op 3 dagen vakantie per jaar. Buiten dan, tweede kerstdag, tweede pinksterdag, tweede paasdag. Dat waren extraatjes. En na de oorlog ben ik altijd betrokken geweest bij de strijd om verbetering. Enerzijds van de arbeidsvoorwaarden, anderzijds van de kwaliteit van de arbeid. En die strijd is heel moeizaam geweest. Er zijn grote offers voor gebracht. De sociaaldemocratie iedereen gelukkig zou kunnen maken. En dat moeten we niet beloven. Nee. Je wilde iets mee hebben voor het congres. Zoals Paul zegt, je moet er niet meer zo op geld vertrouwen. Zou ik willen zeggen, we moeten ook niet meer zo op documenten vertrouwen. Nee. Ik vertrouw meer op geïnspireerde mensen. Ja, ik vond het ook opvallend dat om zijn speech body te geven in het begin, dat hij een quote haalt van Den Uyl van 40, 50 jaar geleden. Met andere woorden, zo ver moeten we soms teruggaan binnen de partij om geraakt te voelen. Dat is tekenend. En mevrouw Kleinsma wordt genoemd, die verpersoonlijkt een visie. Zij hoeft niet uit het land een visie aangeleverd te krijgen, ze is een visie. Net werd genoemd, Bolkestein deed de oppositie op een andere manier, maar hij verpersoonlijkte iets. En dus als iets op het congres meegegeven moet worden, is dat dit document niet leidend moet zijn, maar geïnspireerde leiders leidend moeten zijn. En in de handen van dat soort mensen komt zo'n document tot leven. Anders is het gewoon maar een stuk wat over een aantal jaren weer de laai kan. Wat we nu aan het doen zijn, is als sociaaldemocratie, georganiseerde sociaaldemocratie, de Partij van de Arbeid, maar niet alleen de Partij van de Arbeid, ook mijn eigen partij GroenLinks, tot mij. Die zijn als het ware aan het toewerken naar een situatie waarin we zeg maar de voorzieningen van de staat, die de staat organiseert, zijn arme luisvoorzieningen aan het maken. Helemaal voor de onderkant. En dan gaat het vliegwiel draaien, self-fulfilling prophecy, waar Melker toen 8 jaar geleden ook in zijn lezing toen sterk op zat. Dus naarmate we daarop doorgaan, gaat de middengroep zich ook steeds minder verbinden met die rol van de overheid in het sociale domein. Dat zie je gebeuren. En ik ben dus niet zo somber over dat we allemaal individualistisch geworden zijn, want ik denk dan aan de verjaardag bij mij thuis, bij mijn neven, nichten, broers, zussen, waar ik een boosheid hoor van mijn neef uit Wognum, 28 jaar, gaat voor 8,50 in de bouw naar Rotterdam vanuit Wognum, zonder reistijd, zonder reiskosten, in een tijdelijk contract. Zei, want u zei ook van nou, het hoeft niet altijd zo te zijn dat er verandering en verslechtering is.
En jij zei toen vervolgens, vinden we dat ook terug in de resolutie? Nou, ik ben eigenlijk in die resolutiecommissie gevraagd en ik heb ja gezegd om daar te gaan zitten. Omdat ik de enige lokale bestuurder was. Af en toe voelde ik dat ook wel heel erg. Want soms werden discussies wel heel erg abstract. Maar dan was ik wel blij dat ik het weer terug, dat ik mijn inbreng kon leveren om het ook weer heel concreet te maken. En ik denk dat het een geweldige kapstok is om juist vanuit deze resolutie straks toch door te gaan discussiëren.